Als je denkt dat Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate of Starfield de Game of the Year gaat pakken, nou, dan heb je Killer Bean nog niet gezien. Een derde persoons open wereld actiegame zou je ook in first person kunnen spelen. En het verhaal past zich aan op jouw keuze. En het heeft slow motion, daarnaast ook nog eens keer 4-player co-op en het ziet er gewoon lachen uit. De game is sowieso speelbaar op Steam en het lijkt erom dat hij dit jaar dan niet meer gaat redden. Dus misschien worden die andere games nog wel Game of the Year. Maar hey, Killer Bean. Op de hoogte blijven met alles over je favoriete games. Volg dit kanaal.